grapje. Ja, dan moet je heb je niks aan als ik niet in beeld ben. Nee! Maakt mij het editen maar weer moeilijk. Jee. Valt het jullie op dat ik zelf weer edit, stelling van de week? Lelijk, hè? Nee, het was best leuk, was best leuk. Ik moest erg lachen met om je eigen, edits of om je eigen grappen? Heb je hem gezien? Ik heb hem nog niet gezien, ik heb alleen de reacties gelezen. Oh. Ik had zoiets van, ik wist wel waar we het over hadden. Ja, ja, ja. Nee, dat is waar, maar er zitten knipjes in, hè? Okay. Dat doe ik wel namelijk. Okay. Oh, dat doe jij wel? Ja, ja, ja. Okay, dan ben ik jongens, benieuwd. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Stelling van de Week, waar we elke week jullie stellingen behandelen. Voorheen, de Hot Coffee Show. Het is de laatste keer dat ik het zeg. Dit was vroeger de Hot Coffee Show, we hebben het gewoon veranderd om het wat meer mainstream te maken, zodat iedereen begrijpt waar we het over hebben. Kill the Hot Coffee Show. Kill dus bij deze. Maar we drinken. Ik drink ook geen koffie meer. Oh, dat doe ik dan nog wel. Als een soort van milde Easter egg. Maar nu eigenlijk al niet meer geen Easter egg, omdat ik het zei. Ja. Hey, leuk dat jullie weer kijken. Leuk dat jullie gereageerd hebben vorige week op de stelling. Er is deze week heel veel gebeurd in de wereld van games. Ik wil jullie een klein advies geven. Luister elke vrijdag naar de Gamers Podcast, want dan hebben we het over de heetste nieuwtjes. We hadden bijvoorbeeld deze week ook kunnen hebben over Red Dead Redemption. Amador heeft een super vette column daarover geschreven. Of we die game niet te veel hype en niet te vroeg. Hadden we het vandaag over kunnen hebben, gaan we niet doen. Want we gaan namelijk het hebben over een stelling van een bezoeker. En wederom is Tom de beste in het, zeg maar, wat ik zeg, uitbeelden in handgebaar. Oh, ja, ik had het niet eens door. Nee, okay, sorry. Sorry als het irritant is. Maar nee, het is irritant. Als jij aan het inwijden bent of zo, ook met Games Gear, ben ik altijd, ik weet niet, maar dat mussel mij maar in. Is dat omdat ik te langzaam ga voor jou? Nee. Ik heb gewoon zoiets, anders zit ik hier maar gewoon zo. Wil jij dan de stelling voorlezen? Het is een hele lange stelling. Ja, het was nog helemaal. Hij is van Gamerfriend01. Volgens mij Philippe uit Vlaanderen. Leuk dat je er weer bent. Leuk dat je stelling hebt achtergelaten. Een hele goede ook. Want de stelling is namelijk als volgt. Het speelt een beetje in op de Black Ops 4 beta. Omdat die dus recentelijk was. En daar werd nogal wat over gezeken. Dus Gamerfriend01 zei: gamers moeten meer op hun strepen staan. En zo meer invloed hebben op het ontwikkelproces van games. MAW was, heb je hem al uitgelegd. Maar wat met andere woorden. Met andere woorden. Dit is helemaal geen bekende afkomst. Jawel, dat wel. Het is gewoon heel goed. Ik heb nooit gelezen. Oké, ik spel gewoon alles uit. Met andere woorden, developers moeten meer luisteren naar gamers. Stelling is sowieso al eens gepasseerd. Ja, we hebben deze natuurlijk in de Hot Coffee Show al tig keer gehad in verschillende vormen en maten. Nou ja, het is een beetje de connotatie. We zijn er vaker op neergekomen, ongeacht of dat de stelling was. Oké, ik maak hem even duidelijk. Ontwikkelaars moeten beter luisteren naar de gamer. Ja. Zeker ontwikkelaar van Black Ops 3, 4, 8, 4. Kwadraat, pi. ja, dat is ik, waar. Ik las dit en ik dacht, daar hebben we hem weer. Daar hebben we hem weer. Wat is het probleem dan? Mijn probleem is, tuurlijk, je kunt zeggen van, oh, de gamers willen meer inspraak. Ik heb het idee dat gamers meer dan ooit enorm veel inspraak hebben. Maar het is nooit goed. Dat is het probleem. Inspraak hebben en kritiek uiten zijn een beetje twee verschillende dingen. Als jij een bepaald spelconcept kut vindt, kun je er net zo lang over doorzadenken op Facebook, Twitter, op Gamersnet, ook op YouTube. Het maakt allemaal niet uit. Heel vaak zijn die mensen met de grootste bekken van, oh, Black Ops 4 is super kut, zijn niet de gasten die bij Activision die beta gespeeld hebben en vervolgens hun feedback geven. Dat zijn gasten die gaan erover lopen zaniken. En ook als het veranderd zou worden, blijven ze erover zaniken, want dat is wat ze graag doen. En vervolgens doen ze niks eraan om daadwerkelijk ook iets te verbeteren. Ik denk, als je gamers alle tools geeft, en mind you, die hebben we al een heleboel beta's, alfa's, heel veel enquêtes en dergelijke. Ik denk, als we al die tools voorgeschoteld krijgen, dat er nog steeds een heel groot gedeelte van die gamers gaat blijven zeuren zonder daadwerkelijk invloed proberen te hebben op het ontwikkelproces. Mooi. Ja. Ik vind het mooi gezegd, maar je hebt ook wel gelijk. Het is een beetje... Ik denk dat heel veel mensen die moeite hebben met Black Ops 4, die hebben eigenlijk helemaal geen moeite met Black Ops 4. Ik wil even de game inhouden. Ja, oké, ja. Want je hebt gelijk. Oké, thanks. Die hebben helemaal geen moeite met Black Ops 4. Die hebben eigenlijk moeite met Modern Warfare 2. Snap je wat ik bedoel? Want eigenlijk is dat de splitsing die wij allemaal hebben meegemaakt. En die heb ik ook meegemaakt. Ik heb Call of Duty 1, 2, 3, dat is iets minder, maar 4 en World at War. Call of Duty 5, fuck it again. Keep yourself in. First thing I'm gonna do, I'm gonna take out your right eye. I'm gonna move over and I'm gonna take out your left and I'm gonna cut you. I'm gonna keep cutting you until I get the information that I need. You understand me? Heb ik fucking kapot gespeeld. En daarna was het voor mij over. Omdat ik vond dat de focus toen al veel te veel ging naar in plaats van... Oké, het was nooit een realistische wereldoorlog shooter, dat was het nooit. Maar dat hebben ze zo erg laten gaan dat het in plaats van een schietspel is. Call of Duty is inmiddels een point-and-click adventure geworden. Maar je moet gewoon heel snel point-and-clicken.
Maar het gaat helemaal niet meer om, zeg maar, het realistisch in een wereld proberen te schieten en dat je een beetje... Het gaat gewoon om dat klikspelletje. Het is gewoon hetzelfde, elk jaar hetzelfde. Ja, eigenlijk is Call of Duty een point and click, maar dan snel. Nee, jij zegt realistisch, maar dat is... Ik zou eerder zeggen boots on the ground. Dat was een beetje het gevoel wat je bij de eerste Call of Duty kreeg, dat ging weg. Maar je had wel het idee dat jij in de oorlog zat die werd nagespeeld. Dat gevoel was daarna niet meer. Het maakte niet meer uit. En als we nou ook gaan kijken naar Black Ops 4, om het toch even game inhoudelijk te houden. Daar heeft Activision gewoon zoiets van gehad van, oh, wat is de trend van de afgelopen paar jaren? Oh, hero shooters. Oké, dan gaan we een hero shooter maken. Ik ben echt super blij met, ik ben echt super blij met dat de eerste AAA Battle Royale game gaat komen. Dat is namelijk Black Ops 4. Dat ook. Dat is ook weer, maar wederom zo'n trend dat ze hebben van, wat is hip, dan gaan we dat maar met Call of Duty. Maar wat is daar erg aan? Daar is niks ergs aan, maar ze moeten het wel goed uitvoeren en niet half-assed, weet je wel, één jaartje van, oh, we proberen dit even, Zoals Advanced Warfare, zoals van, Titanfall is hip. Dat kunnen wij ook. En daarna, weet je, lukt het niet echt helemaal. Fuck it. Ja, maar nou ben je precies de gamer die jij van allerlei dingen beschuldigt. Namelijk, het is nooit goed. Het is juist supergoed dat gameontwikkelaars op trends ingaan. Ik vond Titanfall beter. Jij vond Titanfall beter, dat snap ik. Maar het is supergoed dat ontwikkelaars af en toe, zeker met jaarlijkse releases, op trends ingaan. Ik bedoel, wat als Call of Duty nooit iets anders had geprobeerd? Nee, ik ben blij dat ze eindelijk iets proberen. Ik zeg ook dat dat goed is, maar ik zit niet continu te zaniken op die game. Ik ben niet overal bezig van, oh, Call of Duty is zo kut. Ik heb zoiets van, Call of Duty is waarschijnlijk leuk, maar het is niet meer voor mij. Nee, jij hebt nu wel kritiek op het feit dat ze trends volgen. En ik vind dat juist Call of Duty trends volgen mag, maar je moet het wel goed doen. Franchise, ja, maar dat weet je niet, want er is alleen nog maar een beta uit. Ik heb het ook over de Advanced Warfare. I know, maar even terug naar Black Ops. Okay. Ik denk oprecht dat Black Ops 4 de eerste AAA Battle Royale game wordt. Want het is een game die tenminste gemaakt wordt door een heel groot team. Die dat al jaren doen. Die gewoon weten hoe ze shooters moeten maken. En alle respect voor Fortnite en voor PlayerUnknown's Battlegrounds. Het zijn allebei nog steeds early access games in hoe het voelt. Ik bedoel, het is gewoon best wel beperkt met wat het biedt. Maar met Black Ops weten we nou, met Blackout weten we ook nog niks van. Nou ja, ik heb daar wel heel veel vertrouwen in. Omdat al die mechanieken van hoe het schieten werkt. Doe Call of Duty, het schietmechaniek schiet fantastisch. Ja. Hoe voertuigen eruit zien, weet je, dat soort shit. Ja, maar voertuigen rijden is wel een ding wat in de Call of Duty franchise een beetje... Dat is waar, maar ik geef ze een kans. En heel veel mensen zijn ook nog steeds boos dat zeg maar de singleplayer eruit is gehaald. Ik bedoel... Daar zijn cijfers van, hè? Nee, maar dat is zij letterlijk... meten dat. Nee, maar wacht. Ho, mind you. Er is voordat Black Ops 4 werd onthuld, ik denk iets van een half jaar ervoor of zo, was er een enquête voor Call of Duty fans. En daarin werd letterlijk gevraagd, hoeveel speel jij de singleplayer? En hoeveel waarde hecht je aan de singleplayer? En die enquête heeft schijnbaar volgens Activision geleid tot Black Ops 4. Dus de mensen die zeuren van, de singleplayer is eruit dood aan Call of Duty, ik wil weer dat het teruggaat, dan had je bij die enquête moeten zijn. Dan had je daadwerkelijk, als je inspraak wil, dan moet je het grijpen. Ja, dat is waar, maar er zijn zoveel mensen. Misschien ben je dan een minderheid en ben je alsnog te nul. Misschien hebben ze hem wel ingevuld. Misschien heeft Game of Friends die enquête wel ingevuld en is er gewoon een minderheid en baalt weer nog. Nee, maar ik heb het idee dat het gros van de mensen die loopt te zeuren op games gewoon aan het zeuren is. En als ze de mogelijkheid, als ze de tools krijgen om daadwerkelijk inspraak te hebben, zoiets van, is toch kut, laat maar. Dan, weet je, dan doe je het zeuren om het zeuren. Ja. En ik ben op zich helemaal voor meer inspraak voor gamers, maar dan moeten ze, het moet wel van twee kanten komen, weet je wel. En ik heb het idee dat we, het era waar we nu in leven, dat we al enorm veel inspraak hebben. Je kunt direct een Twitter berichtje sturen naar Rainbow Six en keihard afgezekerd worden door de Twitter-account en dergelijke. Er is zoveel meer inspraak dan vroeger en dat vergeten mensen heel erg. Nee, wat mensen vergeten, ze weten wel dat er veel inspraak is, maar wat mensen vergeten is, inspraak betekent niet dat je gelijk krijgt. Dat is het, want je kunt inspraak hebben en je kunt de minderheid zijn. Ik bedoel, er zijn zat mensen die op Trump hebben gestemd, die nu ook hun zin niet krijgen en dan nu gaan zeiken. Ja, weet je, je hebt wel je kans gehad en soms ben je gewoon niet de meerderheid. Dat is dus nou met Call of Duty dus ook het geval geweest, maar ik heb toch het idee dat er inspraak er wel was, in zekere zin. En er is mogelijkheid toe. En daarom was ik zo salty deze week op een GamersNet bezoeker die ik vond geen feedback gaf, maar gewoon het zeiken was. Want de meeste GamersNet bezoekers die geven gewoon feedback, constructief en werken ook kaart aan, hè? Ja. Maar het moet geen zeiken worden, want dan houdt het voor mij al op, weet je. Wat zei je? Ja, iets van, jammer dat er voor een halfbakken release is gekozen. Okay. Ja, daar word ik gewoon echt kwaad van. Dat vind ik gewoon niet tof. Oh. Want we weten allemaal dat we hier 10 jaar mee hebben zitten worstelen. We zijn eindelijk live. En ik ben eerst niet toegeven dat Gamers het op dit moment verre van perfect is. Maar ik ben fucking trots op wat we wel hebben. Hoppatee. En iedereen die feedback geeft en dat gewoon normaal doet, al jullie feedback wordt naar geluisterd. Constructieve complimenten. Ja. Weet niet of alles wordt doorgevoerd. Nee. Sommigen van jullie zijn ook wel echt een raar ding, hoor.
Wat een kut feedback. Ja. Goeie feedback hè dit. Ja. Gewoon feedback op de feedback. Ik vind het erg meta worden nu. Ja, wat een half bakken feedback man. Ik verwacht nog wel wat meer klachten over waarom werkt de app niet. Dat is ook wel een dingetje wat nu echt speelt. Is waar. Ja. Maar die is kapot. Mocht je kijken en denken van waarom werkt de app niet. Je moet gewoon games.nl op je mobiel kunnen gaan kijken. Jongens, bedankt voor het kijken. Doe je even de uitgang. Oh. Ik heb namelijk een reactie op een forum topic. Of een hub topic. Knip. Ik had namelijk een reactie op een hub-topic en dan krijg je een berichtje als je bij ons lid bent. Krijg je een berichtje dat je genoemd bent, kun je er gelijk heen. Dus ik geef een antwoord. Notifications. What? Hebben we op gamers.nl. Die even afronden, ga ik even antwoorden. Oh wauw, wat interactief. Oh wauw, hij is ook echt een comment aan het typen nu. Ja, nee, dit was het voor de stelling van de week. Heb je zelf een leuke stelling of wil je reageren op deze stelling? Dat mag allemaal, er zijn reacties voor. Laat ons weten wat jij vindt van deze stelling, wat je vond van onze argumenten erop. Borduren er lekker op voor, discussiëren verder het lekker door, dat mag allemaal. En natuurlijk als je een leuke stelling hebt voor volgende week, laat hem dan hieronder achter. En dan kunnen we vanzelf gaan ontdekken waar we het volgende week over gaan hebben. Hopelijk met jou. Tot volgende week. Echt helemaal niks. Nee, maar een stukje acteren die ze weer aan niet kent. Nee, ik geloofde het wel.